weer een nieuwe video. Een nieuwe video die ik vandaag weer in samenwerking met Nelson ga doen. Ik ga namelijk een hele toffe styling challenge doen. Ik heb 5 verschillende items besteld bij Nelson. En ik ga zo meteen de stad in naar een paar hele toffe winkels. Om daar looks te gaan zoeken bij de schoenen en accessoires van Nelson. Ik ga jullie eventjes laten zien welke items ik mee ga nemen voor deze challenge. Allereerst hebben we deze Valentino fanny pack die je op 2 verschillende manieren kan dragen. Je kan hem natuurlijk dragen als bum bag. Staat trouwens heel leuk bij de outfit die ik nu aan heb. Of je kan hem ook zo schuin dragen. Wat ik ook super leuk vind. Maar goed, deze gaan we zo meteen dus stylen met een hele leuke outfit. Dan hebben we deze. Ik vind ze echt heel cool. Sneakers. Deze zijn van het merk Bullboxer. As you can see, ze zijn super groot. Hoe groter, hoe beter. En ook bij deze gaan we natuurlijk een hele toffe outfit uitzoeken. Ik zet trouwens van alle schoenen de linkjes hieronder in de beschrijving. Dan de volgende schoen, die ik echt zo leuk vind. Dat is deze Sandra Cowboy Boot. Ik weet denk ik al hoe ik deze ga stylen. En dan hebben we als volgende iets wat iedereen natuurlijk in de kast moet hebben. Is een chunky boot. Deze met een hele dikke zool. En deze is van het merk PS Pullman. Wauw, ze zijn echt heel leuk. En als laatste, wat natuurlijk ook niet te missen is, dat zijn de muiltjes. Deze zijn van Steve Madden. Wederom, alle linkjes staan in de beschrijving. Oké, jongens, we gaan de stad in. We gaan shoppen. We gaan looks uitzoeken. En ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Tot zo. Yes, eerste schoenen. Deze Bullbox sneakers. Hier ga ik een outfit bij zoeken. Gezien dit vrij stoere schoenen zijn, vind ik het eigenlijk altijd wel leuk om een soort van girly-achtige twisten aan te geven. Dus ga even lekker kijken en kijken wat ik hierbij kan vinden. Yes, ik denk dat ik wat gevonden heb wat super leuk gaat zijn. Deze pantalon met een tof t-shirt. En daar hebben we ook nog een bijpassend jasje bij. Maar wat ik dus doe, vaak met een blazer, kies ik niet mijn eigen maat, maar pak ik 1 of misschien wel 2. Pak maat 40, 2 maatjes groter. Zit er lekker oversized. Het is toch nog een beetje stoer, maar ook weer netjes. Dus ik denk dat dat heel goed met de sneakers samen gaat. Gaat passen! Tada! Outfit nummer 1. Echt super leuk. Hiervan krijg je toch gewoon echt zin in de zomer. Ik heb dus gekozen voor een geel pak bij de Bullboxer sneakers. En ik denk echt dat dit gewoon super goed samen gaat. Het zijn hele stoere chunky sneakers met dan weer een wat netter pak. En ja, super leuk. Ik ben benieuwd wat jullie van de eerste look vinden. Let me know. Yes, look 1 staat erop en we gaan nu voor look 2 en daarvoor ga ik deze muiltjes stylen. En dit is echt iets wat je deze zomer in de kast moet hebben. Je hebt ze in 10 verschillende kleuren en ook met heel veel verschillende hakhoogtes. Ik vind dit echt super chill. Ik kan op hakken lopen, maar ik loop liever op iets wat lager is. En deze zitten echt heerlijk. Omdat dit weer een iets vrouwelijkere schoen is, vind ik het weer leuk om dit juist weer wat stoerder te combineren. Dus ik ga hierbij een leuke look uitzoeken. En dit is look 2. De schoenen die komen echt super goed uit onder deze broek. Ook omdat de lengte van de broek net wat korter is. Dat vind ik sowieso eigenlijk altijd leuk wanneer je zulke soort schoenen draagt. Dat je echt een enkel broek of blote benen erbij draagt. En om het af te maken heb ik er een oversized blazer over gedaan. Ik vind het een heerlijk lookje. Ik hou van die basic tinten bij elkaar. En I love it. Let me know wat jullie vinden. Yes, het volgende item wat ik ga stylen, dat zijn deze chunky boots. Eigenlijk zeg ik bijna bij alles dat je het in de kast moet hebben, maar hiervoor moet je het ook zeker weten in de kast hebben. Naast dat het met de gewone jeans heel erg leuk is, is het ook super leuk om dit tijdens festivals te dragen met een jurkje. Dus ik ga kijken of ik zo'n soort lookje kan vinden. Yes, ik denk dat dit heel erg leuk gaat staan. Ik ga ook nog even beneden kijken, maar dit is sowieso
kanshebber. Ik heb uiteindelijk twee looks gevonden bij de schoenen. Twee hele verschillende. Maar ik vond het ook wel leuk om te laten zien hoe je dat nou op weer verschillende manieren kan dragen. Dus ik heb een hele zomerse dressy jurk en een overall. Dus we gaan kijken hoe het staat. Yes, dit is de look. Jurk is echt super mooi en flowy. En ik vind het echt zo leuk staan met deze boots erbij. Het is een beetje donker. Ik ga even nog alle spiegel opzoeken. Yes, hier hebben we net wat beter licht. Zo nice. Ik zou dit echt op een festival kunnen aantrekken met een grote oversized spijkerjas eroverheen. Leuk tasje erbij. Helemaal ready to go. Yes, en dit was de volgende look. De overall. Ik vond eigenlijk de jurk toffer staan bij de boots. Maar als je een wat stoerere look wil, is zo'n soort overall bij deze stoere boots zeker een optie. Oké, on to the next. Ik heb nog de western boots en de fanny pack over. Dus ik ga nog twee looks voor je uitzoeken. Ik zou zeggen, laten we naar binnen gaan. Dit zijn ze en ik wil ook echt een beetje zo'n westernachtige look erbij gaan vinden. Dus ik denk dat iets met jeans heel leuk is en misschien een witte blouse. Dan gaan we weer. En dit is de look met de western boots. Jeansrokje, witte blouse en natuurlijk de cowboy hoed. Sorry if it's hard to catch my vibe. Oké, we gaan nu door naar de laatste look en dat is dus een tasje. En het leuke is wat jullie misschien niet weten dat Nelson niet alleen schoenen verkoopt, maar dat ze dus ook hele toffe accessoires hebben. Waar ik nu een leuke outfit bij ga zoeken. Yes, de fanny pack. En deze ga ik combineren met dit te leuke pakje. Dit is echt super cute. Ik heb hier vorig jaar ook al een aantal van gehad. Heel veel aangehad. En dit kun je dus op twee verschillende manieren stylen. En ik ga jullie laten zien hoe. Laatste! Voilà! En dit is de laatste look met de fanny pack die ik nu als riem om heb. En ik zou ook nog even laten zien hoe ik deze draag als schuintasje. En het leuke is, ik heb dit nu dus ook gecombineerd met die Sandra boots. En dit is dus echt een lekker zomers lookje. Laat de zon maar komen. En zo draag je hem dus als fanny pack. Hij is trouwens van het merk Valentino. Dus als je naar de Nelson website gaat, kun je gewoon Valentino opzoeken. En dan zie je allemaal super toffe tassen. Deze is er een van. Super handig en er past ook nog best wel veel in. Dus dat is ook heel chill. Yes, dit waren alle looks met alle verschillende schoenen. En natuurlijk met de tas. En ik ben heel erg benieuwd welke jouw favoriet was. Alle schoenen zijn van Nelson. En de linkjes kun je hieronder vinden in de description box. En ik hoop jullie heel erg snel weer te zien. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Ciao!